ben Vincent en in deze video wil ik jullie even wat nieuwtjes over onze schietsportafdeling vertellen. Nieuwe producten, dingen die terug op voorraad zijn. Ik begin eigenlijk bij deze, de Daisy Bug. Het is eigenlijk onze allergoedkoopste luchtbugs, maar wel echt een van de leukste. Dit is echt een spotgoedkoop dingetje, maar het is een lever action bugs. Het is een veerbugs, dus niks op CO2. Heeft hier een klepje, druk je in. Hier kun je tot wel 400 steel BB's in kwijt, 4,5 mm. En vervolgens span je de veer door als een cowboy deze hendel naar voren te plaatsen. Neemt hij een balletje mee in de loop, doe hem naar onderen en kun je schieten. En dat dus eigenlijk achter elkaar. Het is echt een hele leuke beginnersbugs, achtertuinbugs. Verkopen we altijd supergoed, alleen we hebben hem denk ik nou bijna een jaar niet op voorraad gehad. Omdat ze wat leveringsproblemen hadden, omdat ze schijnbaar allemaal in Amerika bij de Walmart lagen. Maar nu hebben we dus eigenlijk in Nederland ook weer een zending mogen ontvangen van de Daisy Bug. Weer ruim op voorraad. Bugs die we ook heel veel verkopen dit tijd van het jaar, of eigenlijk het hele jaar door wel, is deze. Hebben we ook een nieuwe zending van ontvangen eindelijk. We waren bijna uitverkocht in deze luchtbugs en nu hebben we de nieuwe zending toch nog weer net op tijd binnengekregen. Dit is de Gamo HPA Maxim IGT Jungle. Is eigenlijk speciaal voor ons gemaakt. Hij werd al door Gamo in het zwart aangeboden en die hadden wij ook. En wij zijn een keer in de fabriek geweest en hebben we het voor elkaar gekregen om deze in een deels groene kleur te krijgen. En ook voor een scherpere prijs dan waarvoor de zwarte wordt verkocht. Het is een hele interessante bux omdat het een 24 joule knikloopbux is. We hebben hem in 4,5 mm en een 5,5 mm. Hij beschikt over een IGT gasveer. Zorgt er eigenlijk voor dat het spannen best wel smooth en soepel gaat. Dat je niet al te veel terugslag of lawaai hebt. Daarnaast is deze heel interessant omdat het een hele mooie kolf heeft met een soort van pistoolgreep. Je hebt een in hoogte verstelbaar wangstuk. Die kun je omlaag zetten als je met cape een korrel zou schieten bijvoorbeeld. En die kun je ook omhoog zetten voor als je met een richtkijker zou schieten. En ook die zit er al bij. Het is een 3 tot 9 keer 40 richtkijker van Gamo. Je hebt natuurlijk de pootjes die inklapbaar zijn, die nog uitschuifbaar zijn of je halverwege kunt stellen. Nou ja, dat is eigenlijk al sinds het moment dat we hem hadden al eigenlijk een van onze allerbest verkochte luchtbuxen. En zitten we nu gewoon weer heel erg goed in de voorraad van dit model. Wat we ook binnen hebben gekregen is de Hudson Jet 2. Verkochten we al even, is ook wel eens uitverkocht geweest. Maar wat wel leuk is, naast 5,5 mm bieden we deze nou ook aan in 6,35 mm. Het is een perslucht pistool van Hudson met eigenlijk een dubbele drukbuis. We hebben ook de Hudson Jet 1, dan heb je één drukbuis. Maar het is met name de Jet 2 die we eigenlijk het meeste verkopen. Wat maakt deze interessant? Het is best wel een krachtig model. In een 5,5 mm heb je ongeveer 21 joule aan mondingsenergie. Wat ik zelf heel leuk vind is dat je de cape is inklapbaar. En ze hebben een pistoolcape hebben ze erop gezet voor als je hem zo zou gebruiken. Maar goed, wat hem interessant maakt is natuurlijk ook dat er een kolf bij zit. En als je deze erop klikt, zou je hem nu zo vasthouden, dan zit je eigenlijk met je oog veel te dicht op deze cape natuurlijk. Dus hebben ze een tweede cape die je dan omhoog klapt. En dit is degene die je gebruikt als je de kolf erop zou zetten. Heel mooi zijspanmechanisme, zit aan de linkerkant. Komen natuurlijk magazijntjes ook bij. Dus je trekt hem naar achteren, drukt naar voren, een kogeltje in de loop, je schiet. En ja, zo ga je redelijk gauw achter elkaar door. Maar het is dus echt een beetje de combinatie van een pistool, wat je kan omtoveren in een karabijntje. En wordt geleverd met magazijntjes in een koffertje. Heb je dus alleen nog of een pomp of een fles of iets bij nodig om dit ding te vullen tot 200 bar. Maar het is wel echt een heel leuk ding. Verkopen we goed in. Een ander pistool wat we ook weer binnen hebben gekregen. Daar kregen we eerder een keer een levering van. En die was binnen een week was die uitverkocht. Nu hebben we er wat meer gekregen. Zowel in 5,5 als in 6,35 mm. Best wel een gaaf ding. Het ziet er wat futuristisch uit. Wat maakt dit ding interessant? Het is een perslucht pistool van Evenix. Hebben we in 5,5 mm en in 6,35 mm. Komt met een magazijn. Je laat hem eigenlijk door door deze naar achteren te spannen. En je kan er semi-automatisch mee schieten. Dus je kan achter elkaar leuk dynamisch schieten. En ondanks dat hij vrij groot is, heeft hij best wel een goede ligging. En kun je er gewoon leuk dynamisch mee parcours schieten. Best wel een gaaf pistool. Zowel in 5,5 als in 6,35 mm. Iets wat we weer terug op voorraad hebben en wat altijd echt ook een hardloper is, is deze accessoire. Rifleman geweersteun. Het is natuurlijk een perfect ding, zeker in deze prijsklasse. Er zit een trekkertje op en dat ding dat nivelleert zichzelf. Dus als je een ondergrond hebt die niet helemaal vlak is, je drukt die trekker in, de pootjes zakken omlaag. Je kan hem omhoog schuiven, omlaag. En je hebt altijd gewoon een stabiele ondergrond waar je je geweer gewoon perfect in kan leggen. We hebben ook gelukkig na lange tijd weer binnengekregen. Heel makkelijk ding. Een andere bux die we heel goed verkopen, waar best wel wat publiciteit om is geweest, maar waar we helaas zelf nog geen video van hebben, die gaat er binnenkort wel komen trouwens, want deze staat hoog op het lijstje, is deze perslucht bux van JTS. De Aracuda. Dit is een heel gaaf perslucht geweer voor echt een hele gunstige prijs.
De prijs staat bij ons ook wel op de website, zou je kunnen kijken. Wat maakt deze buks nou interessant? Is dat hij eigenlijk in de prijsklasse waarin hij valt. Het is een gereguleerde buks. Wordt geleverd met twee hele mooie magazijnen. De regulator, de gereguleerde druk, is ook verstelbaar. Heeft een mooie kolf. En dit zijn echt best wel fijn afgewerkte buksen. Schieten heel nauwkeurig. Grendelen heel erg soepel. Receiver, alles is van metaal gemaakt. Half UNF schroefdraad op de loop voor eventueel nog een extra demper. Dit is echt een hele nauwkeurige buks. Hele mooie instap persluchtbuks. Voor dus niet al te veel geld. Verkopen erg veel in. En ja, ik heb het ook zeker in de planning om hier nog even een goede instructievideo over te maken. Dus hou ons kanaal in de gaten, maar die gaat er binnenkort komen. Waar we ook weer aanvullingen hebben gekregen, wat gewoon goed doorverkoopt ook. En wat ja, echt wel een heel gaaf lange afstandsgeweer is, is natuurlijk de FX Pantera. Hier staan al heel veel video's over op internet. Hè. Je kan er van alles over vinden, maar het is gewoon een super nauwkeurige persluchtbuks. Gereguleerd, echt perfect gemaakt voor het schieten met slugs. In verschillende looplengtes en kalibers is deze beschikbaar. Maar dit is echt een heel interessant ding. Mijn collega Dirk die heeft er ook eentje. En die schoot er op 200 meter schoot hij er nog op een koekenpan mee. En die kogel die ging er gewoon nog doorheen ook. Dus het heeft wel de impact. Het is echt een lange afstandsgewicht. Het zijn geen achtertuinbuksen meer. Maar als je echt op een 100 meter schietbaan aan het schieten bent met zo'n buks. Ja, daarvoor is hij echt heel erg interessant. Niet zozeer voor de ongedierte bestrijden. Want daarvoor is hij heel erg lang. Daar hebben we tegenwoordig ook iets nieuws voor. Wil je echt gaan jagen of iets met ongediertebestrijding doen? Ja, dan is dit toch wel echt heel erg gaaf. De Buggersold. Ik heb wel eens eerder al een videootje gezien van deze firma. Ze zijn nog niet zo lang in Europa nu te koop. En wij verkopen deze dingen als zoete broodjes. Het is eigenlijk, wat is het? Lijkt op een Super Soaker of een Nerf Gun. Het is een zoutgeweer. Dit zoutgeweer heeft hierboven een klepje. Die doe je open. Daar kun je gewoon tafelzout kun je erin doen. Je moet er geen zand of andere dingen in doen, maar echt gewoon puur zout. En heb je vliegen thuis, wat natuurlijk deze tijd van het jaar best wel vaak het geval is. Je laat hem en ja, hij schiet dus een zoutlading. Oh, er zit ook nog een veiligheidspal op. Schiet een zoutlading en je schiet gewoon echt letterlijk een vlieg. Schiet je hem mee uit de lucht. Dus echt een heel leuk ding. Mijn kinderen die zijn hier ook iedere avond mee op pad. We hebben tegenwoordig de horror die we normaal voor de ramen hebben, die hebben we haast weggehaald, zodat we ze binnenkomen, zodat we erop kunnen jagen. Het is echt een leuk ding. Het is niet iets om mee te nemen naar een vlindertuin of iets. Maar als je echt last hebt van vliegen, bijzonder effectief middel. En gewoon echt een leuk apparaat. Ook op voorraad en nu dus bij ons verkrijgbaar. Ze bestaan er in allerlei uitvoeringen qua kleurtjes. Je kan ze ook in het geel krijgen. Wij hebben er dan voor gekozen om een beetje in die Realtree camo te nemen. Past ook wel een beetje bij de winkel natuurlijk. Maar dit is een beetje de moderne variant van een leuke vliegenmapper. Zo kun je het een beetje zien. Ja, dat waren de nieuwtjes wel eigenlijk een beetje. We proberen alles een beetje natuurlijk op voorraad te houden. En vakantietijd komt er daarin weer wat aan. Dus sommige dingen zijn slechter verkrijgbaar. Maar goed, we doen daarin ons best. Wil je een keer langskomen in onze winkel? We zijn gewoon de hele zomervakantie geopend daarin. Je kan altijd van tevoren contact opnemen als je echt voor iets heel specifieks komt. Of als je vragen hebt over een buks. Kan natuurlijk altijd telefonisch of per mail. En ja, bij deze maar weer bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.